Goedemorgen. Vannacht is Sam ook begonnen. En die had verhoging, dus ik heb hem een zetpil gegeven. Behoorlijke verhoging, richting koorts zelfs al. En Liam die is ook begonnen vanochtend. Tenminste, nog niet zo erg, maar die is... Je hoort het. Dus ja, we zijn hier allemaal begonnen, alle kinderen. Ja, kom je erbij? Kom je erbij? Oké, kom maar. Dus dat betekent extra knuffels vandaag, hè? Je konijn stinkt. Jawel, die stinkt wel. Mama gaat die uitwassen. Wat is het, Sammy? Maar Sam heeft ook last van een tandje dat doorkomt. En Liam heeft last van zijn kiezen. Dus alles komt wat harder aan voor de kindjes nu. Jordi lijkt... Ik lijkt, want dat weet ik niet zeker. Aan de iets betere hand. Maar ja, we gaan het zien. Wat ik altijd zo zielig vind als kindjes ziek zijn, is dat ze ook overgeven. Dus ik heb net dat fruitje gegeven aan Sam. Gewoon om te kijken van, hè, eet je daar? Nou, dat at hij goed. En toen was hij net hoesten. En toen gaf hij alles weer over. Ik heb net wel een beetje fles nog naar binnen gekregen. En nu ligt hij lekker te slapen. Dus lekker laten slapen. Ik voelde ook dat hij weer wat warmer werd. Dus ik heb het idee dat. Maar dan gaan we gewoon heel even afwachten. Heb jij gepoept? Heb jij poept? Ja? Dadelijk even verschonen. Maar hij is nog zijn boterham aan het eten. Even een dekentje. Of een Sammy leggen. Hij heeft een beetje ondertemperatuur, dus daar maak ik me eigenlijk een beetje zorgen over. Maar met Liam, die doet wel hoesten, maar het gaat wel op zich goed, hè? En jij doet lekker tosti eten. Ja, lekker op. Oh, gaan. Ik vind dat zo zielig, hè? Maar ja. En Jordi die wilde geen tosti. Die werd boos op mij dat hij tosti kreeg. Dus die ben ik kentenbol aan het voeren. Liam en Jordi slapen. Sam is wakker, zoals je hoort. Die ligt in de box. Die heeft ook een zetpil, oftewel een kontkanon, zo in zijn hol gehad. Ik had 3 uurtjes geleden gemeten. En toen had hij netjes 37,7, 37,8, zoiets. Maar nou meet ik hem en toen had hij 38,2. Ik denk, nou, dat wordt een kontkanon. En ja, die heb ik dus gegeven. En dat was een uur geleden. En nou, die is nou aan het werken. Merk ik ook aan hem. Hij had straks ook overgegeven. Dus een flesje gehad heeft hij. Dus dat betekent ook dat hij vandaag geen avondeten krijgt. Want dan weet ik dat dat er weer uit gaat komen. Dus ja, die kontkanon doet zijn werk wel. Dan zullen mensen zeggen, ja, maar een kind mag koorts hebben, bla 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 bla. Ja, dat klopt. Maar als jij een kind hebt gehad, Jordi, die een flinke koortsstuip heeft gehad, toen hij nog een stuk kleiner was. Nee, dat willen we niet weer meemaken. Dus gelijk een kontkanon erin. Kinderarts heeft toen ook tegen mij gezegd dat het prima is om dat te doen. Hier is het namelijk ook zo dat op het moment dat de koorts omhoog komt, dat ze gelijk beginnen te kitsen. Ja, dat is dus niet de bedoeling. Dus daar gaan we niet aan beginnen. Dus ja, ik doe gewoon een kontkanon erin en prima. Alhoewel, Jordi krijgt geen kontkanonnen, want dat mag je niet. Ik ben hier trouwens gebeten door Jordi. Ja, maar goed. Wij krijgen zo'n kontkanonnen. Jordi, vloeibare kontkanon. Maar hè, in de zin van hij krijgt het in zijn fles.
Oké, het is zover. Ik heb bingo. Verhoging. Had koorts. En de kleine, die had ook verhoging. Maar die heb ik inmiddels naar beneden gebracht. Ik heb Liam een zetpil gegeven. Want ja, hè. En Jordi, die ben ik even aan het afwachten. Hij heeft nu geen... Hij is wel wat warm, maar hij is niet, zeg maar, koortsig. Maar ik heb hem wel zo lang mogelijk laten slapen. Ik heb hem net wakker gemaakt. Dus hij voelt zijn eigen nog steeds niet helemaal lekker. Dus we hebben bingo hier in huis. Yes! Nu is het wachten op papa of mama. Wie als eerst is. Ja! Niet de bedoeling, hè? Niet de bedoeling dat papa en mama ook nog ziek zijn. Ja? Hij is echt net wakker. Hi. Oké. Wat is er, Sammy? Hi, Sammy. Ondanks dat hij niet helemaal lekker is, die nu wel steeds lachen, hè? Ja. Woehoe. Dat ben jij. Ja, dat ben jij. Ja. Lekker snottekontje van me. Ja. Garm, er is iemand wakker geworden van keelpijn. Dus nou krijgt hij lekker zoute chipjes en water. En papa slaapt erbij. Ik ben ondertussen gewoon het opruimen aan het doen. Dus ja. Daarom is het editen nu ook heel lastig. Omdat ik gewoon echt geen minuut de tijd krijg om het te doen. Ook Sam is wakker. Hij heeft net een flesje gehad. Gelukkig geen koorts of verhoging nu. Dus dat is me goed ook. Maar zijn neus zit zo vol. Dus ik heb zijn neusje gedaan. Even koorts gemeten. Een schone luier. En toen even een flesje. Nu gaat hij dadelijk ook weer slapen, hè? Want baby's slapen het beste met een volle maag. Ja. 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 Goedemorgen. Maar ja, laat het goede er maar af. Wij hebben echt... heel gek. Ik denk 2 uur geslapen. We hebben echt niet veel geslapen. Sam is heel de nacht aan het spoken geweest. Kleine Liam die is aan het spoken geweest. Die ligt wel lekker met zijn vriendjes. Met zijn hele vriendengroep ligt hij hier. Ja. Zijn vriendjes, hè. Ja. Die zit tegen de 39 graden aan, dus ja. Sam die is nu iets aan het opkomen, want die heeft de zetpil gehad. En ja. Het is zeven ruk. Ook voor mij en ook voor Niels. Oh. Daar heeft iemand de moeite genomen om maar wakker te worden hier. Nou, Jordi is ook wakker. De rest van de Bambix band is nog steeds niet lekker. Volgens mij is Jordi wel aan de betere hand. Want die is me toch vrolijk. Als de kindjes hier ziek zijn, dan ben ik altijd een heel stuk makkelijker. En dat weten ze ook. Dus om die jongen gewoon lekker wat naar binnen te krijgen, heb ik een fruitje gemaakt, zoals ik normaal altijd doe. En heb ik hier op het tafeltje neergezet, want we hebben voor alle drie de kinderen hebben we zo'n stoel. Die hebben we van mijn oud-oom en oud-tante gekregen. En zijn alle drie de namen, in alle drie de stoelen staan hun eigen naam. En ja, Liam die vindt het leuk om hier aan te zitten. Maar ja, nou is hij een beetje ziekjes. En ik wil toch dat hij iets naar binnen krijgt. En om hem dan iets naar binnen te kunnen krijgen, ga ik het zo doen.
Maakt me ook niet uit wat hij eet, als hij maar wat eet. En voor de andere twee doerakken heb ik appel en peer. Ik ga het even gauw maken, want iemand heeft honger en wil slapen. Nou is hij toch lekker daar gaan zitten. Met Bing aan. Ik heb Bing opgezet. En Jordi vindt Bing ook steeds leuker worden. Maar ik ga eventjes die twee gauw fruit geven. Gisteren waren wij dus 10 jaar getrouwd. En er zit een klein verhaaltje achter. Niels die had toen mijn trouwboeket uitgekozen. En ja, hij heeft toen tegen mij gezegd. Mandy, zegt hij, jij krijgt nooit meer van mij bloemen. Alleen 1 keer per jaar. En 1 keer per jaar krijg jij een roos erbij. Dus ik heb het eerste jaar 1 roos, het tweede jaar 2 rozen. Nou, zo door. Dus we waren gisteren 10 jaar getrouwd. En toen heb ik 10 roosjes gekregen. En zo blijft het toch speciaal dat je een keer een bloemetje krijgt. Ik krijg echt nooit bloemen, want als ik iets van bloemen wil, dan moet ik ze zelf kopen. En ja, dat is eigenlijk een beetje het verhaal achter de 10 roosjes. En ik heb net fruit gegeven aan de kinderen. Liam heeft op zich meer gegeten dan dat ik verwacht had. Hij heeft niet heel veel gegeten, maar hij heeft wel meer gegeten. Jordi heeft voor het eerst weer zijn hele bak fruit op. En hij is ook hartstikke vrolijk. Kijk maar. Hartstikke vrolijk. Ja! Yeah! En Sam is nog steeds niet lekker, maar hij heeft wel zijn fruitje op. Huh? Maar nog steeds niet mijn lekkere stukje. Maar ja, hè? We overleven het. Ik ga dadelijk even ziekensoep maken. En ziekensoep betekent dat ik bepaalde kippensoep maak. Die mijn vader vroeger altijd al maakte als ik ziek was. En ja, ik maak hem dan niet zo pittig als dat ik het voor mezelf zou maken. Maar ik ga wel de kippensoep maken. Ik zit even te eten. Liam lag in bed. Op de een of andere manier had hij echt last. Dus hij ligt nou lekker hier op de bank. Nu die zit daar. En hier slaapt de andere. Even gauw eten. Ik heb net ook ziekensoep gemaakt. Heb ik gefilmd. Komt de video van. Aangezien Liam nou te over de zeik is, iedere keer ga ik hem ook niet dwingen. Maar wat ik dus wel doe is, hij wil geen lepeltjes soep, maar ik heb soepstengels. Zo, een stukje. Goed zo. En dan gaat hij weer in de soep. Krijg je toch soep binnen. Slim, hè? Zo krijg ik meestal ja, toch een soort van extra vocht bij ze binnen. Ik toch nog wel best netjes van mezelf en goed verzonnen. Sam is weer wakker. Die zit daar. Heeft zijn flesje al gehad. Is een stuk vrolijker dan dat hij straks was. Liam heb ik een zetpil gegeven. En die heeft een fles melk gehad. Wat drinken, wat eten enzovoort. En deze grote vent, die heb ik wakker gehouden. En die is nu even in slaap gevallen. Dus die maak ik dadelijk weer wakker. Aangezien de kindjes niet lekker zijn. En ik van mening ben dat kindjes wel iets moeten eten. Gaan we iets eten wat ze lekker vinden? Dus ik ga pannenkoeken bakken. Lekker. Altijd goed. Dus dat ga ik nou gauw doen. Niels is heel eventjes naar een vriend toe die die moet helpen. Morgenochtend. En het was iets met zijn bus. En Niels die zou meekijken, weet ik het. In ieder geval, ik bemoei me eigenlijk daar niet mee. Nog steeds wakker.
Jordi's zoon is wakker, maar die ligt in bed. Hij wil niet in bed. Hij gaat helemaal over de zeik. Dus ligt hij op de bank. Hij heeft ook mijn bank al ondergekitst. Heb ik al schoongemaakt. Straks nog even baking soda opdoen als Niels terug is. En even laten intrekken. En dan afstofzuigen. En Sam die is net wakker geweest. Die slaapt als het goed is nu weer. Maar ja, drie kinderen ziek is pittig. Ja. Ik krijg ook al de vraag via YouTube zelf. Van de mensen die ons bekijken van geen vlog, waarom niet? Sowieso staat altijd alles op Instagram. En ik weet dat sommige mensen het niet kunnen zien. Maar als de vlog niet voor 8 uur sowieso geüpload is, dan komt er gewoon geen vlog. Want dan is er iets met kindjes of... Ik ben gewoon mama op de eerste plaats. En hoewel ik het nu zat ben om mama te zijn hoor, ben ik heel eerlijk in, ben ik toch mama. Dus ja, dat betekent dat de kindjes ten alle tijden voorgaan. Altijd. Ik vlog wel tussendoor, want dat is makkelijker. Maar ja, ik weet ook niet hoe ik dit doe. Of ik het in 2 vlogs ga doen. Of ik weet het allemaal nog niet hoe ik het ga uploaden. Wanneer ik het ga uploaden. Ik weet het allemaal nog niet. Ben ik nog allemaal aan het bedenken. Maar eerst maar eens eventjes. Sowieso 2 kindjes beter. Dat er dan nog eentje ziek is. Daar kan ik nog mee omgaan. Maar ja. Ik denk dat hij in ieder geval keelontsteking, buikgriep, verkouden is. Koorts heeft. Dus. Ja. Ach ja, in ieder geval, we doen ons best. Meer kunnen we niet doen. Maar ik kan gewoon niet, sowieso als ik de keuze maak, moet maken tussen YouTube en mama zijn, is de keuze altijd mama zijn. Dat is gewoon zo. En het is niet om jullie te pesten, of dat jullie niet belangrijk zijn. Ik heb gewoon de keuze gemaakt om mama te worden. En als jij die keuze maakt om mama te worden... Ja, dat betekent dan gewoon dat het ten alle tijden voorgaat. Hoe je het ook bent verkeerd. Goedemorgen, het was me weer een nachtje wel. Slaapt weer, wel goed geslapen verder. Ziek, hoog koorts. En, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Maar ja, het is zoals het is. Niels is nu thuis, die is eventjes een vriend aan het helpen met zijn bus. En als hij straks thuis komt, dan neemt hij de zorg mee over weer. Heeft hij gisteravond ook gedaan. En vannacht ook mee overgenomen. Dus we hebben het samen gedaan. Seb heeft trouwens wel gewoon doorgeslapen vannacht. Tenminste, hij is wel een keer wakker geweest. Maar door zijn tutje enzovoort is allemaal voldoende. Dus dat is goed. Hij is wel aan de betere hand hoor. Liam weet ik niet. Ik heb ook het idee dat hij een bacterie heeft of zo. Dus ik weet niet of ik huisartsenpost ga bellen. Ik zit nog een beetje te twijfelen. Maar ja, daar gaan we straks besluiten hoe de koorts verloopt. We gaan net nog verhoging. Dus, maar ja, in ieder geval, ik ga heel eventjes Sam's tut teruggeven. En heel eventjes bankzaken doen, want ik doe ook niet veel vandaag. Ik ben op. Ik ben echt helemaal op. En dan is de zorg voor de kindjes het belangrijkste. Dat ik die geef. En ja, dan komt de rest wel weer. Ik was gisteren die skelet eventjes omruilen bij de Action. Toen zag ik deze staan.
Liam vindt ze ook leuk. Hè, Liam? Ja. Ja. Ik vond ze ook leuk. Moet je wel laten staan, hè, zo. En zo. Hey, ja. Turum, 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 turum. Jawel, even afdoen. Ik kan dat niet filmen, hè. Ben je nou schoon? Wacht. Ja? Oh, wat ben jij weer mooi. Hij is nu wel iets minder warm. Maar ja, hè. Het is overdag. We zijn er nog niet. En je bent ook aan de scheiteritis. Sam is ook aan de scheiteritis. Twee kinderen aan de scheiteritis. Hopelijk slaapt hij een paar uur. Ook Jordi vindt ze mooi. Ja, mooi hè? Dat is niet de bedoeling hè, vriend. Eén uurtje heeft hij geslapen. Dat is toch weer een uurtje. Sammy slaapt wel. Jordi is wakker. Dus. Ik had even de auto van Jordi moeten vervangen. Maar ja, daar zie ik natuurlijk Liam. Dus ik heb voor Liam ook maar wat gepakt. Wat we in de tas voor die grijze dakduif hebben. Dan heb jij Bing en Flop, hè? Ja, Bing en Flop. Dit is Bing, hè? Dat is Bing. En dit is Flop. Ja. Leuk, hè? Hoi. Hoi. Wat heb ik vandaag allemaal gedaan? Boodschappen gedaan. Broodjes gesmeerd. Dat was het. En boven gerotseld. Papa laten showen. Ik heb papa aan het werk gezet. Nee, we gaan boven op zolder isoleren, toch? En dan moet het allemaal opgeruimd zijn. Dus ik heb spullen die ik nog nodig heb. Heb ik op Jordi's kamer gezet. En ik heb een hele hoop spullen weggedaan. En ik ga zo dadelijk boven was vouwen. En daarna als de kinderen weer wakker zijn boven poetsen. En dan hoop ik eigenlijk boven wel een keer klaar te zijn. Wat ga jij doen? Op de kinderen. En? Wat ben je nou aan het doen? James Bond aan het kijken. Precies. Papa gaat relaxen. Maar... wel op voorwaarde dat ik niet naar de kinderen hoef om te kijken. Straks pas tegen een uur of kwart over vier pas weer aan het eten hoef te denken. Want ja, ik ben al naar de winkel geweest, dus ik kan gewoon eten maken. En ook gewoon tot die tijd gewoon aan de slag kan en nergens naar om hoef te kijken. Toch? Ja, ik heb net mijn voorbeeldfunctie uitgeoefend. Ja, Jordi wou niet slapen, maar ja, die was zo moe. En ze zijn hier alle drie gewoon nog niet lekker, hè? Dus ja, dan is slapen belangrijk. Maar goed, ik ga boven wasvouwen. En zorgen dat ik boven eens een keer klaar ben. Ik word helemaal scheidziek van alles. Boven, rotzooi, bende.
Ik heb de douche gepoetst. Ik ben met mijn was bezig. Met Liam gaat het gewoon echt niet goed. We hebben ook al de dokter gebeld. Niels gaat dadelijk met hem naar de huisarts toe. En ja, we gaan eerst even eten. Ik ga nou eten koken. En ja, wat eten we? Schnitzel met mini groetjes en eggs met worteltjes. Papa, je bent met Liam naar de dokter geweest. Ja. Ja, het probleem zit in zijn keel. Die is opgezet. Waarschijnlijk bij Sam ook. Maar bij Liam is het iets verschrikkelijker. Mannengriep, denk ik. Ja, en hij moet nou op zijn piek zitten. Dus moet nou komen een paar dagen beter gaan. We gaan het afwachten. Maar de longen waren goed. De oren waren goed. Alles was verder gewoon goed. Mm-hmm. Geen met de puntjes op de keel. Nee, het was rood opgezwollen. Ja, dus het betekent dat het een virus is. En met een virus kunnen ze niks. Toch? Mm-hmm. En dan krijgt Sammy de fles. Gaat hij zo naar bed. Dan is die kleine makreel aan de beurt. En dan is die grote Pipo aan de beurt. En mama is ziek aan het worden. Dus dat wordt nog wat. Ja, daar krijg je ervan. Als je nachten niet slaapt en alles, dan gaat je immuunsysteem omlaag. Dus ik ben nu aan de beurt en papa is ook van de week ergens een keer aan de beurt, denk ik. Denk ik wel. Maar goed, de kinderen gaan naar bed. Ik ga dadelijk verder met mijn was vouwen, want door al dat gezever en gezeik allemaal ben ik verder niet aan toegekomen. Want Niels moest met Liam naar de dokter. Dus ja, er moet wel iemand beneden zitten. Hè? Want hij kan niet met drie kinderen naar de dokter. Dat gaat gewoon niet. Ook al doe ik dat wel af en toe. Maar ja, hè? Het zal toch moeten. Dus dadelijk een zetpilletje erin. En dan kan hij naar bed.